Goedemorgen en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Het is vandaag donderdag en ik ben met Carlijn. Want Carlijn die kwam vanochtend heel veel bij mij koffietje doen. En toen werd Evie een beetje vervelend. En toen zei Carlijn van ja, we kunnen wel heel veel stukje gaan wandelen. Dan valt Evie in slaap. En ik moest vandaag sowieso naar de stad. Dus ik zei nou, dan kunnen we het best gewoon combineren toch. Dus nou lopen we hier. Ik moet een paar kleine dingetjes halen. Ja, ik wil wel graag een witte spijkerjas. Daar ben ik naar op zoek. Ach, hij is verdwaald. Ach. Nou, het tempo zit er hoog in, Zoerink. Een witte spijkerjas. Ik moet heel even wat materiaal zoeken om die kaarsen zo veilig mogelijk te kunnen verzenden. En ik wil een nieuwe diamond painting halen, want ik denk dat ik hier sneller doorheen ben dan mijn lief is. En bij de Xenos hebben ze sowieso eentje, dus daar gaan we heen. En ik ben blij dat ik dit hele spraakgesprek lekker scherp ben geweest. Ja, dit is inderdaad zo'n typisch housewarming cadeau. Het is een ding wat je gewoon niet nodig hebt in je leven, maar wat je gewoon wil hebben. Maar goed, oké. Op zoek. Ja, dat is leuk. Ach, is dit nou een lama? Een alpaca? Oh ja. Oh god. Deze is leuk. Die met die kleurtjes. Die sparen nu nog twee potten. Nou, ik niet in ieder geval. Oké, wij lopen weer naar huis. Ik wilde dus een wit spijkerjasje. En wij gingen naar Levi's. En nou, we zijn naar verschillende winkels geweest. En nergens hadden ze het meer. En ook met diamond painting niet. Toen zei Carlijn ineens, misschien moeten we even naar de Solo. Nou, als je diamond painting wil doen, dan zou ik naar de Solo gaan, want die stikken ervan. Dus ik heb twee van die diamond paintings meegenomen. En ja, we liepen op de terugweg naar huis. Toen bedacht ik me ineens mogelijk dat Primark wel zo'n wit spijkerjasje had. Dus ik liep naar binnen, nou meteen aan de rechterkant. Echt alsof het meant to be was. Ik had net eentje bij Levi's aan, die vond ik niet helemaal fantastisch. En hij was 110 euro, maar natuurlijk wel van Levi's dan, maar... Hij was ook niet echt wit. En nu heb ik eentje voor 17 euro. Dus helemaal top. En nu gaan we snel naar huis, want Evie moet eten en ik moet eten. En Carlijn moet chillen. Ja, en nou, ik wil ook wat eten. Jij mag ook wat eten. Okay. Carlijn gaat er weer vandoor. Ik heb Carlijn die krokante kipsnitzels meegenomen. Kijk, dat is dan wel weer handig. Gegeven, ja. Wat zei ik? Genomen. Ja. Ik wil graag genomen worden, dat is iets anders. En dan ga je er niet in laten. Oh, die kan je niet op YouTube zetten. Jawel, je moet reels en met je kijken. Ieder mens heeft behoeftes. Oké, Carlijn die gaat er weer vandoor. En ik ga aan het werk, want ik moet nog een vlog editen. En ik ga jullie zometeen heel snel laten zien wat ik allemaal in de stad gekocht heb. Oké, wat ik heb gekocht in de stad. Dat is allereerst een soort van... Ja, een bakje waar je al die kraaltjes van die diamond painting in kan organiseren. Hierin ben ik best wel genakt, want ik heb deze bij de Pipo's gekocht. En die was uiteindelijk bij de Solo wel een stuk goedkoper. Dus ik zou je aanraden om daar te gaan kijken als je dit interessant vindt. Toen zijn we doorgegaan naar de Co-op. Want ik had dus per ongeluk echte kip krokant schnitzels gekocht. Omdat in mijn hoofd noem ik het ook iedere keer zo. Maar ik eet natuurlijk geen vlees. Dus die heb ik net meegegeven aan Carlijn. En ik heb zelf ja, deze... gekocht. Dit is dus mijn lievelings. Maar ik heb ook een keer deze gekocht. Dit zijn de nuggets. Daar was ik wel benieuwd naar. En een steak. Ik denk dat ik ook wat in de vriezer ga doen. Want ik heb nu wel echt heel veel vleesvervangers in mijn koelkast liggen. Maar goed, dat blijft ook best wel lang goed. En toen ik eindelijk in de supermarkt was, toen kocht ik ook meteen de Linda Meiden. Want er staan Rijk en Jamie Lee op. Dus dan, die wilde ik gewoon heel graag. En die kan je online nergens kopen. En we waren dus in de Solo en toen heb ik twee nieuwe diamond painting gekocht. Deze is met olifanten en ik heb deze gekocht met een hond en een kat. Een beetje een pers en een boxerachtige hond. En wat ik dus vertelde is dat ik de heel stad en land had afgezocht naar een wit spijkerjasje. En op een gegeven moment hadden we de hoop opgegeven en toen liep ik bij de Primark naar binnen. Nou, dit heeft me een hele hoop geld bespaard, want hij was nergens zo goedkoop. Ik heb maat 44 genomen, want hij valt anders heel erg aangesloten. En ik vind dat een spijkerjasje een beetje bij je mag zitten. Dus ja, dat is dit spijkerjasje. En dit vind ik echt super leuk, want zoals jullie weten draag ik echt, nou ja, bijna altijd spijkerjasjes. Ik heb letterlijk mijn oude spijkerjasje, die hangt nu daar net heel veel gewassen.
vanochtend. Maar ja, helemaal blij hiermee. En deze was 17 euro bij de Primark. En dat is alles wat ik heb gekocht. En nu ga ik die kraaltjes sorteren en mijn vlog editen. En aan het werk. En dan nu natuurlijk de ultieme check. Dat is of het jasje net zo fijn is als jasje dan als gewoon een binnenjasje. Ik heb wel meteen één nadeel gevonden ten opzichte van mijn andere spijkerjasje. Hoeveel uitgeven? Kom maar tip. Nou ja, sowieso had ik het leuker gevonden als hij ietsjes langer was. Maar die van de Levi's was nog korter. Dus ik vind, ik ben wel oprecht blij met deze lengte. In ieder geval beter. En ik heb wel altijd van die vakjes. En normaal gesproken vind ik het niet zo heel fijn om tijdens het wandelen een tas mee te nemen. Ik heb altijd mijn oortjes in, mijn telefoon, waar ik mijn podcast op luister en mijn sleutels. En ik vind het chill als ik dat allemaal in mijn jas kwijt kan. Maar goed, daar, is deze, daar zijn die vakjes gewoon simpelweg te klein voor. Dus dat gaat hem niet worden. Dus ik heb nu wel gewoon een tasje mee. Maar hij zit echt als gegoten. En het is echt, ja, als je ook nog op zoek bent naar een wit spijkerjasje, check zeker even de Primark. Maar ik zag sowieso dat we best wel veel leuke nieuwe dingen hadden. Dus misschien dat ik binnenkort weer een keertje langs wip. En een Primark shoplog, dat is lang geleden. Het enige wat ik eigenlijk tegenwoordig nog haal bij de Primark zijn sokken, hemdjes en pyjama's. En vorig jaar trouwens, of twee jaar terug, had ik ook echt een hele leuke jas van de Primark. Dus ik moet zeggen, qua jassencollectie en zo. Dus ja. Maar goed, ik was met Carlijn en Eve moest eten. Dus ik dacht snel naar huis. Maar misschien dat ik binnenkort wel even terug wip. Ik vertelde net natuurlijk al dat ik twee van die nieuwe diamond painting heb gekocht. Omdat, ja, dit is gewoon fantastisch. Ik kan er niks anders over zeggen. Ik heb dit helemaal uitgevonden. Ik heb een proefding gekregen van Mariette. En dit is echt mijn ultieme manier van ontspannen. De hele avond kan ik hieraan besteden terwijl ik ondertussen filmpjes aan het terugkijken ben. Of ik luister een podcast. Ik vind het echt fantastisch. En ik heb dus dat bakje gekocht en die heb ik inmiddels ingedeeld. En dit werkt echt zoveel chiller. Nou, dit is zeg maar de plaat waar ik mee bezig ben. Nou, je kan ook precies zien hoe ver ik al ben. Ik heb, ja, wat zal het zijn? 75% heb ik ervan af. Ik weet niet waar Maria deze verkocht. In ieder geval, hier is dat bakje en dat pennetje. En die wax ligt dan daar. Ik gebruik eigenlijk helemaal niet zo heel veel van die wax. Of ik ram gewoon zo hard met dat pennetje dat ik het heel vaak niet gebruik. En dan heb ik dan dit systeem. Ja, ik heb al een aantal opgemaakt, dus het klopt niet meer helemaal. En hier ben ik sowieso toch binnenkort mee klaar. Maar ik had eerst een papiertje aan de onderkant gelegd. Maar toen dacht ik, ja, dat is helemaal niet slim. Dus ik heb nou gewoon een papiertje aan de bovenkant gelegd, zodat ik wel weet bij welke letter of cijfer horen. En ja, nou ja, ik probeerde het alfabetische volgorde en toen kwam ik erachter dat ik de O en de N nog was vergeten en bla bla. Ik heb nu al zin om aan die volgende te beginnen ook, maar deze moet natuurlijk wel eerst af. En op de een of andere manier vind ik dit echt super chill voelen. Dus ik ga hier lekker mee aan de slag terwijl ik filmpjes ga kijken. Het is nu 4:30. Ik heb mijn vlog geëdit en ik stop voor vandaag met werken en morgen is er weer een dag. Het is 10:45 en ik ga verder in bed de docu van Fred kijken. Die staat op Videoland en ik heb net de Bachelorette gekeken. Oh, ben ik de enige die een soort van volschoot op het moment dat Richie weg moest. Ik vond Richie zo'n leuke gast. Het is niet echt het type wat ik had verwacht bij Gabi. En ik had ook niet verwacht dat hij tot de finale zou blijven, maar ik vond hem gewoon zo aandoenlijk en lief overkomen dat ik het gewoon heel jammer vond. Richie was wel echt oprecht een van mijn favorieten uit The Bachelorette.
En ik weet ook niet zo goed wie nu mijn favoriet is. Ik vind Jordi dus heel leuk in tegenstelling tot heel veel andere mensen. Want ik hoor ook dat mensen een beetje kriebels van hem krijgen. Ik vind Casper ook heel leuk. Jetro vind ik ook heel leuk. En ik hoop eigenlijk stiekem dat Jetro het misschien mogelijk uiteindelijk wordt. Ik vind Jetro heel oprecht. Maar het is echt een fantastisch programma. En ik moet zeggen, ik vind de docu van Fred. Ik heb nu 1,5 aflevering ongeveer gezien. En die spreekt me ook wel erg aan. En ik was ondertussen aan de diamond paintingen. What else? Maar ja, echt heel interessant. Dus dat ga ik lekker verder kijken in bed. Met mijn laptop. Gelukkig heb ik die nog. Dus ik ga deze afsluiten. Ik zit nog heel erg in twijfel of ik deze vlog nou zondag online doe. Of dat ik hem dinsdag online doe. Ik heb gewoon een lekker weekend. Ik ga morgen met Mariette naar een concert. Maar ja. Dus mogelijk als ik deze zondag online heb geknald. Dan wil ik je vragen om een leuke vraag achter te laten. Want dan kan ik weer een Ask Jill gaan opnemen. Iemand had dat als suggestie opgegooid. En dat vind ik eigenlijk een heel leuk idee. En normaal gesproken stel ik altijd vragen via Instagram. Misschien doe ik dat ook nog wel extra. Ja, laat je vragen achter in de reacties. En wie weet behandel ik hem in de volgende video. Wat een Ask Jill gaat worden. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. En dan zie ik jullie heel graag weer tot de volgende video. Doei doei.